Iedereen kent Rietveld, want hij heeft het Rietveld Schreuderhuis in Utrecht gebouwd. En iedereen kent Rietveld ook van de zigzagstoel of de rood-blauwe stoel. Maar veel minder is bekend dat Rietveld wel 300 meubels heeft ontworpen. Ik heb eigenlijk een tentoonstelling gemaakt waarin 100 van zijn meest markante ontwerpen zijn te zien. Ten eerste zien we modellen schaal 1 op 3. En dat is de schaal waarop de echte tentoonstelling is gebaseerd. Alleen, daar is veel ruimte voor nodig. Je hebt zo bij wijze van spreken 20 vierkante meter nodig. Die ruimte is er niet. Dus vandaar dat ik hier op Schiphol weer een model van die tentoonstelling kan laten zien. Het is eigenlijk een tentoonstelling van een tentoonstelling. Ik vind het aardig om de mensen te laten zien dat je ook van een heel eenvoudig materiaal leuke meubels kan maken. Gewoon ook voor in de tuin. Weet je, het is heel leuk tuinmeubilair. En toen ik daar eigenlijk eenmaal mee begon, ja, toen ontdekte ik veel meer van zijn meubels. En dat hield maar niet op. En uiteindelijk zijn het er dus 100 geworden. Rietveld, als je daar eenmaal induikt, dan gaat er een wereld voor je open.